walgelijk toch, allemaal. Wat zei u? Oh, niks. Oh, ik dacht dat u zei dat u het allemaal walgelijk vond, wat u hier zag. Nou, het is niet bepaald mijn smaak, moet ik toegeven. Maar even goede vrienden met Chris, hm? Chris en ik? We weten precies wat we aan elkaar hebben. Uw glas staat er. Op je gezondheid, Frans. Pittig stukje vanmorgen in de krant. Wat heb jij nou om je nek? Komt het je bekend voor? Dat is toch van die Verdamme? Ja, van die Verdamme. Waarom lach je? Nee, je dacht aan mijn vader. Ja. Ik vind het leuk, daar gaat het toch om? Nou ja, omdat jouw vader en Verdamme... hij is geloof ik niet zo'n fan. Alle meiden uit mijn klas hebben er een. Oh ja? Ik zal dadelijk nog tegen die Verdamme zeggen dat ik niks tegen hem heb. Ja, dat zou ik doen, ja. Ik ben benieuwd hoe hij er in het echt uitziet. Nee, dat is niet dat ik ervan schrik. Integendeel, zonder erotiek geen kunst. Maar ik vind dit zo expliciet, zo realistisch. Vind ik gewoon oppervlakkig, niet gemakkelijk. Ouderwets ook. Nou, gelukkig is geen van mijn kennissen zo kleinburgerlijk. Neem me niet kwalijk, mevrouw, maar ik ben hier niet gekomen... om nieuwe dreigementen in de bus te doen. U zult wel op de hand van onze artiest zijn, maar ik weet er niets van af. Ik wil er ook niets mee te maken hebben. Ik ben een criticus, ik heb een mening en daarmee uit. Hier, vergelijkt u maar. Waarom heb je dan niet gewoon gezegd wie je was? Ik hou graag enige distantie ten opzichte van mijn onderwerp. Het is een kwestie van objectiviteit. Ik kwam hier voor een interview. En niet omdat ik zo graag bij de heer Verdamme over de vloer wil komen met uw welnemen. Grote God. Als ik het niet dacht. Wie doet er nou zoiets? Ga je hier verslag van uitbrengen? Wat? Of je 's avonds alles over mij moet rapporteren aan je vader. Jee, maar jij bent nog erger dan hij is, hoor. Verdamme schijnt nogal onder druk te staan van bepaalde internationale groeperingen. En jouw vader speelt daar, geloof ik, een niet zo prettige rol in. Vandaar dat jij doet alsof je iemand anders bent. Ik zag je vanmorgen toch uit je atelier komen? Ik kan toch ook iemand anders zijn? Ja. Een vriend of zo? Nee. Mevrouw, wat ik ook schrijf, ik doe uiteindelijk precies wat hij wil. Image building. Het is niets anders dan publiciteit. Juist door die negatieve verhalen wordt die jongen zo achterdochtig. Dit soort dingen verzin je toch niet? Dat heeft zijn oorzaak. En daar hoor jij bij. Ook zonder die briefjes zal ik mijn pen gebruiken, mevrouw. En ik zal geloofd worden. Ik zal je afmaken, Verdamme. Ik schrijf jij definitief de grond in. Stel, hypothetische vraag, hè? Stel dat ik jou zou vragen om voor mijn model te staan. Hoe zou je daar dan op reageren? Word ik betaald? Natuurlijk. Nou? Ja, ik heb nog geen vakantiewerk.
Moet ik naakt? Vieze dingen doen? Maak je die foto's alleen om mijn vader te pesten? Wat dacht jij dan? Iets kunstzinnigs misschien? Ja, wat ik ook doe, jouw vader zal het altijd opvatten. Daar gaat het niet om. Het gaat erom wat je zelf wilt, wat je zelf voelt. Nou, mijn vader heeft net zo'n rottige sufvater als die daar. Een van de 53.000 gevallen van geen voorrang verlenen, die vorig jaar meer dan 200 doden veroorzaakten. Doordat Chris op een vrij grote doorgaande weg reed, ging je er automatisch vanuit dat hij op een voorrangsweg zat. Frans van Egmond overleefde het ongeluk omdat hij zijn autogordel om had, maar hij liep zodanig nekletsel op dat hij het werk op de krant niet meer kon uitoefenen. De volgende tentoonstelling van Verdamme, met een fotoreeks van Irene, was een groot commercieel succes. Kritische recensies ontbraken. In a beautiful world, I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a